The first few years of Mary Louise's life were carefree, but then an uncle started visiting her family on weekends. He was a priest. The family looked up to him, and the children called him Mr. Uncle. He liked having Mary Louise on his lap. Als kind zijnde voelde ik zijn lichaam op een andere manier dan bij de andere familieleden. Later begreep ik wel wat het was als kind zijnde niet. Later begreep ik gewoon dat hij daar met een stijve penis zat en en daar op een gegeven moment ook weer in ontspande. A few years later, the priest asked Mary Louise's parents if she could sleep over at his house. Hij is me met de auto opkomen halen en dat we in die auto onderweg waren. En dat hij zijn hand op mijn been legde en zei van eindelijk zijn we alleen. Fijn, hè? En dat is wat steeds gebeurde. Hij maakte mij medeverantwoordelijk. En dat maakte het uiteindelijk nog veel moeilijker, ook later, om daar... Ik was schuldig. Voelde je dat echt zo? Dat heb ik heel lang zo gevoeld, ja. Ja, dat ik schuldig was. Mary Louise didn't dare tell her parents what was going on. In mijn beleving toen draaide alles om hem. En hij stond daar. Hij werd ook door mijn familie op dat voetstuk gezet en gehouden. He started inviting her more and more often to sleep over. She couldn't say no to Mr. Uncle. Dat ik in zijn bed sliep met hem. Dat hij mij overal aan kon raken waar hij mij aan wilde raken. Dat ik hem overal aan moest raken. Dat hij bij mij binnendrong. The abuse only stopped when she left home at the age of 16. Mary Louise tried to suppress the memories of the abuse, but they continued to haunt her and she had a breakdown. Many years later, she wrote a letter to the abuser and her parents. Je hebt mijn lichaam gebruikt voor je eigen genoegen en daarmee het meisje verminkt. Ik voelde het als dat haar ziel vermoord werd. Je hebt misbruik gemaakt van haar vertrouwen. Her mother didn't believe her. The priest admitted that he had made mistakes, but in his reply he wrote mostly about his own problems. Ik kom niet in deze brief nog voor. Het gaat niet over mij, het gaat over hem. Het gaat over hem. Heeft u ooit gedacht, eigenlijk moet ik aangifte doen? Dat was te laat. Het was verjaard. Even though it brought back lots of horrible memories, Mary Louise is happy that she reported her case to the Dateman Commission. Het helpt omdat ik nu mensen om me heen heb. De lotgenoten, we hebben elkaar gevonden. En dat is dankzij het Dateman rapport. En daarmee is ook een heel groot stuk erkenning gekomen voor hoe vernietigend dit is geweest op mensenlevens.